Yo, Gianon hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 49 in Rusland. Heb jij de vorige aflevering in Singapore gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan recht boven het i'tje. Klik erop en zal die aflevering verschijnen. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. De vorige wedstrijd verliep enorm goed. We pakten er weer een 1-2'tje. En toen kwam er nog iets verrassends wat ik eigenlijk niet had verwacht, maar toch binnenhaalde. Maar wat dat is, ja, dat ga ik niet vertellen. We zijn er klaar voor de kwalificatie. Dit keer in Rusland. We zijn dan dus aanbeland bij Q1. Op dit circuit verwacht ik veel. Ik hoop dat ook de George Russell natuurlijk met ons meekomt. Want we hebben verdere upgrades gemaakt met de auto. Daardoor nemen wij verder afstand van Mercedes. En dat is alleen maar goed om te zien. Ik hoop niet dat er in seizoen 5 een regulatieverandering komt. Zo ja, dan zou die nu wel moeten zijn aangekondigd. Alleen dat is hij niet. Dus ik ben heel benieuwd. Einde van onze ronde in Q1. Want ik verwacht wel dat dit goed genoeg is om door te kunnen komen naar Q2. En het is een P1 met een 1.29.5. Dat is dus ook goed om door te kunnen komen naar Q2. We proberen om op de medium band onze rondje neer te zetten. Ook George Russell gaat het proberen op de medium band. Dat kan ons een voordeel geven in de wedstrijd om zo lang mogelijk door te kunnen gaan. En dan aan het einde van de wedstrijd naar de soft banden te switchen. Dus wie weet of deze strategie werkt. Einde van onze ronde in Q2. En het is een P1 met een 1.29.442. We zijn inmiddels aanbeland bij Q3 en ik kan jullie vertellen dat George Russell zijn tijd ook op de medium band heeft laten noteren. Dus wij starten als enige van de top 10 op de medium band. Interessant om dat te zien. En we tikken 350 km per uur aan. Voor ons rijdt een Mercedes. Pierre Gasly laat de snelste tijd noteren. Bottas rijdt hier wel een beetje in de weg. George Russell zet een 1.30.117 neer. En Bottas moet hier gewoon aan de kant, alleen dat doet hij niet. En wij zetten een 1.28.701 neer. En we toucheren Bottas uit frustratie. We blokkeren hem hier ook gewoon. En daar gaat zijn rondje. We hadden trouwens ook schade door die touché met Bottas, dus dat heeft ons een aantal minuten gekost. De rest is allemaal naar buiten voor zijn laatste run. Wij gaan dus nu onze laatste run in. En kijken of dit ook de pole position wordt. Of we die kunnen verstevigen, want die hebben wij op dit moment gewoon in handen. Paars in sector 1, groen in sector 2. De vlag hangt uit, over een paar seconden namelijk. En we verbeteren onze tijd naar een 1.28.1. Een halve seconde sneller gegaan. En Russell gewoon op 1.1 seconde gezet. Maar wij pakken wel weer een 1-2'tje op de startgrid. Hamilton stelt teleur op een P6 en Vettel springt eruit naar een P5. Dus een prima kwalificatie gehad in Rusland.
laten we ons gaan voorbereiden voor de grote prijs voor Carrière aflevering 49. Welcome along then to Sochi and the Russian Grand Prix, one of 8 cities in the world to play host to both the Olympics and a Formula One race. It's a Grand Prix that's proven difficult to crack for anyone beyond the first 2 rows of the grid in recent years, so let's see if that can change today. Built on the shores of the Black Sea, the Sochi Autodrome is a 3.6-mile tour around some of the venues built for the 2014 Winter Olympic Games. Close barriers may make overtakes more challenging, but with 56% of the lap taken absolutely flat out, we certainly won't be wanting for pure speed. A fitting arena then to do battle at the pinnacle of motorsport. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Let's talk about the Professor. What a season they've had. A well-deserved championship victory and the pressure now surely off with the title already in the bag. It really is well-deserved. I wouldn't say it's been a faultless title challenge, but certainly one that has been consistent and well-managed. Here's hoping they let off a bit of steam today and give us an exciting race. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Professor lines up on pole position, just ahead of George Russell, who starts this event from P2. Considering the rest of the grid, we have Bottas, Gasly, Sebastian Vettel, and Hamilton, Kvyat, Leclerc, Norris, and Alexander Albon, Ocon, Sainz, Sergio Perez, and Stroll, Latifi, De Vries, Kevin Magnussen, and Antonio Giovinazzi, Matsushita, Grosjean, Verstappen, and Louis Delatraz. Now, it's almost time for lights out, so let's... Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus weer een top 10 finish te behalen in deze race. Ik denk zeker dat we een overwinning kunnen gaan behalen vanwege de strategie. Russell rijdt ook dezelfde strategie als die van ons. Die gaat lang door op die medium banden en dan gelijk door naar de soft. Wij dus ook. We nemen wat extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan we ons gewoon opmaken voor de grote prijs van Rusland. Daar gaan we dan voor de grote prijs van Rusland van F1 2020 Mighty Career Mode aflevering 49 is onderweg. En we komen gewoon goed weg. Russell al wat slechte weg, maar wij geven hem hier een tow, zodat Bottas hem niet kan aanvallen richting bocht nummer 2. En dat is gelukt, goed om te zien. Iedereen goed door bocht 1 heel gekomen, jazeker. Dat is goed om te zien. Russell nog steeds naar die P2. Wij zetten paars in sector 1 neer. En hopelijk redden de onderdelen het. Want de volgende aflevering in Mexico, daar moeten ze ook redden. Want anders hebben we een probleem. Bottas heeft inmiddels Russell te grazen genomen voor P2 in de wedstrijd. We zitten in ronde nummer 5 en laten paars in sector 1 noteren. Dat gat naar Bottas is inmiddels 6,3 seconden. Dat komt vanwege George Russell. We komen hier bij het lange rechte stuk. Dan op naar sector 3. Hamilton zit ook te kijken bij George. Terwijl wij paars in sector 1 en 2 laten noteren. Ik ruik een snelste raceronde. Ik denk zeker dat die er gaat komen. Maar ik ben ook benieuwd naar Valtteri Bottas. Weet hij dat snelste raceronde te verbeteren? Want hij rijdt op een zachtere compound. En die banden zijn maar 5 ronden oud. We zetten een 1.33883 neer. Met groen in sector 3. Een tiende sneller. En Bottas weet dat snelste raceronde niet te verbeteren. Interessant. Russell kan wel aanvallen, maar niet echt een aanval plaatsen omdat hij net te ver weg zit. Hij heeft gelukkig wel DRS. Ronde nummer
11 is het. En Lewis Hamilton is naar binnen gedoken voor de harde band. Russell heeft Bottas weer te grazen genomen voor P2 in de wedstrijd. Danny Kvyat, de lokale thuisheld, is naar P4. En Carlos Sainz naar P5. We zitten dus in ronde nummer 11, nog 16 ronden te gaan. Dan zit de wedstrijd er alweer op. We zitten dus in ronde nummer 12. Nog 15 ronden te gaan. De banden zien er gewoon nog goed uit. Oké uit. En Valtteri Bottas duikt naar binnen. Ook Danny Kvyat duikt naar binnen. En Carlos Sainz duikt ook gewoon naar binnen. Dus Hamilton komt terug op P4, denk ik. Want hij zit klem achter een auto. Dat is een Williams. Ja, Hamilton komt dus achter Bottas weer terecht. En dat gat naar Bottas is gewoon 43,9 seconden. Dat is onwijs groot. Maar dat komt omdat wij nog niet gestopt zijn. We gaan gewoon heel laat naar binnen. Russell heeft een achterstand van 20 seconden. Stel wij maken nu een pitstop, dan komen wij achter George Russell terecht. Wat niet de bedoeling is. We gaan dus ronde nummer 15 alweer in. En we zetten de snelste race ronde neer met een 1.33.7. Ronde nummer 16 en George Russell duikt naar binnen voor zijn laatste pitstop. Gaat denk ik naar de soft compound en komt gewoon op P2 denk ik gewoon terug de baan op. Of het moet heel krap worden bij het uitrijden van de pitstraat. We zetten paars in sector 1 neer, 2/10 sneller. Dat is goed om te zien. Nou, Bottas komt nu over start-finish. Russell vertrekt nu uit de pitlane. Dat wordt nog spannend. Russell blijft er net voor. En heeft een achterstand van 46,6 seconden. We zetten rood in sector 1 neer. 18e langzamer, maar dat is geen probleem. Wij komen dus gewoon naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. En dat is gewoon naar de soft banden, want er zijn nog maar 10 ronden te gaan in de wedstrijd. Hoeveel seconden gaat deze stoptijd duren? De pitwindow is ook gewoon nu open in deze ronde, dus het komt gewoon goed uit. Release. 2,9 seconden en de versnellingsbak, sorry, de versnelling was niet beschikbaar. Niet de versnellingsbak, want die is gewoon nog beschikbaar, maar de versnelling was niet beschikbaar. Die achterstand met George Russell is nog steeds 44 seconden. Zeg ik dat goed? Dat zeg ik niet goed. Het is inmiddels 40 seconden. Inmiddels is dat 23 seconden, 21 seconden, 18 seconden. Dat is 18 seconden. Nog steeds aan de leiding en dat is goed om te zien. Ronde nummer 19 en we zetten de snelste race ronde neer met een 1.30.854. Dat is goed om te zien. We zitten dus in ronde nummer 19 van de wedstrijd. Er zijn nog ongeveer 7 ronden te gaan. 8 inclusief deze. En in ronde nummer 22 laat Nobuharu Matsushita ons voorbij.
Hij is de eerste coureur die op een ronde wordt gezet. De volgende heet volgens mij Kevin Magnussen. Ah nee, het is Romain Grosjean. Niet Kevin Magnussen, maar Grosjean. Die ons daar mooi voorbij laat en op de harde band is gegaan. Rijdt dus als één na laatste. George behind, the gap behind us is 23.9 seconds. They're on old soft. 24,3 seconden voorsprong op George Russell. Giovinazzi is de volgende die een blauwe vlag ontvangt. En laat ons mooi voorbij. Dan hebben we daar Louis de Letras, onze oude teamgenoot van seizoen 1. We zetten paars in sector 2 neer, hoewel we 15 langzamer waren. De Letras blokkeert hier ons wel een klein beetje. Maar laat ons dus gewoon mooi voorbij. We gaan zo meteen alweer de laatste race ronde in. Zo hard is het gegaan. This is your final lap of the race. Laatste ronde loopt dus. En dat betekent dat we de wedstrijd gaan winnen. Ja, ik neem af en toe even een grote pauze. Omdat er in de straat hier bij mij allemaal mensen zijn met... sportauto's. Hopelijk hoor jij die niet op de video, maar het kan zijn van wel, omdat Audacity dat niet goed kan wegfilteren. Dus af en toe hoor je een motorgeluid. Of misschien een kraakgeluid, want de kamer hier is grotendeels van hout. En als het warm is, dan zet het hout uit. Als het kouder is, dan trekt het hout weer terug. Dus dat hoor je dan. Terwijl ook Romain Grosjean ons voorbij laat. En ook dat kan Audacity niet wegfilteren. Ik kan het wel verwijderen, alleen dan klopt de opname niet meer met wat ik inspreek en wat jullie zien op het beeldscherm. Maar goed, deze wedstrijd zit er alweer op. Het was een hele korte wedstrijd. Waarom? Omdat die gewoon saai was. De leden van start en finish waren bij de start wel wat bedreigd door George Russell. Maar dit keer komen wij gewoon weer aan kop te liggen. Wij winnen dus de grote prijs van Rusland. Een goede wedstrijd. En dan gaan we ons opmaken voor de volgende aflevering in Mexico. Certainly been an incredible year for Formula One, and our drivers have all pushed themselves this season, making it one of the most compelling years of racing in history. There can only be one champion, however, and here they are now, our new Formula One World Drivers' Champion. That's a spectacular victory then, and with it, the championship is secure. It's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. Faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. De raceuitslag, wij winnen dus de wedstrijd van Rusland, pakken ook een snel racepunt. George Russell maakt een 1-2'tje compleet, Bottas naar P3. Geen uitvallers,
maar van Magnussen tot en met Grosjean allemaal op een ronde gezet door ons. 119 punten verschil naar George Russell, die moet nog uitkijken dat Valtteri Bottas hem misschien niet kan passeren. En de constructeurs, ja, het is allemaal wel duidelijk. Ik zie nu wel dat we een update hebben gefaald, maar ja, die kunnen we dus opnieuw gaan kopen. Deze aflevering zit er dus alweer op, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb jij genoten, beloon dan vooral met een like. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Kerimut content. Schakel ook lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was de journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Kerimut. Ga verder in Mexico.